Bouke Dirk Lodewijk van Knokken met je hart. Fanatiek in training. Kun je in het kort even vertellen waar jullie het precies voor doen? Ja, we doen het voor Stichting Hartenkind. Mijn zoontje Luc, toen hij jong was, heeft hij heel veel hartproblemen gehad. En ik wou er iets mee doen. Ik heb altijd al een gevoel of een affiniatie bij de vechtsport gehad. En zodoende was ik in gesprek gekomen. Ik dacht, ja, zo'n white collar boxing event in Friesland, dat is toch ook wel wat. Dus we hebben het geprobeerd en uiteindelijk al het geld dat ingezameld wordt door de boxers, maar ook op het gala, dat gaat naar Stichting Hartenkind voor onderzoek naar problemen met kinderharten. Uiteindelijk staat dat gala op het programma, maar ja, dat is weer onzeker, hè? Weer onzeker. Ja, en ik denk de kans 10 december. En we krijgen natuurlijk te horen 3 december wat de maatregelen daarna gaan worden. Maar ik denk dat iedereen het gevoel wel heeft van we gaan waarschijnlijk verschuiven. En daar moeten we nog even afspraken over maken. Ook met de locatie, met de boksbond, wat er nu precies gaat gebeuren. Maar het is spannend. Maar ja, dat is voor hier heel veel mensen zo. En hoe hakt dat erin? Want vorig jaar werd het natuurlijk ook al uitgesteld vanwege corona. Lijkt me toch lastig? Is lastig. Maar het is... Je doet het ergens voor. En ik denk dat heel veel boxers, ondernemers nu ook meemaken dat ze zelf fitter worden, weerbaarder worden. Dus ze gaan niet stoppen. Iedereen die is nu gewoon bokser geworden. En nu is het alleen wachten tot de volgende wedstrijd. En is het met normale boxers is het ook zo. Dus ik denk niet dat ze zeggen van nou oké, nu het misschien niet gaat gebeuren, 10 december stop ik. Ik denk dat iedereen gewoon door blijft knallen en dat wanneer het gala plaatsvindt, of het nou op de 10e is of later, dat er daar heel wat staat. Dat het niet meer gewoon zomaar amateurs of ondernemers zijn die even een paar lesjes hebben gevolgd. Maar dat het mooie wedstrijden worden. Want ze zijn inmiddels ook al even onderweg natuurlijk. Wat leren ze hier eigenlijk van? Ja, ze zijn onderweg. Maar we hebben natuurlijk een schifting gehad vorig jaar. Dat er een aantal gestopt zijn en mensen er nieuwe bij zijn gekomen. En je ziet dat het niveau echt wel hoger ligt. Ook omdat we wat langer hebben, maar... Ja, de training is wat anders aangepakt. Vandaag hebben we bijvoorbeeld veel meer op de verdediging gefocust. Maar ze leren alles. En alles in een sneltreinvaart. Ja, dus een normaal traject, dan ben je misschien een jaar bezig voor je eerste wedstrijd. En nu wordt het eigenlijk in 3 maanden geslepen om te knallen. En de eerste keer hebben we echt wel wat neergezet. Ons visitekaartje als gala laten zien. En ik denk dat we dat ook weer moeten herhalen. Ik wil niet... We hebben vorig jaar eventjes gehad over hybride versies en via een livestream. Maar... Dat willen mensen niet. Ik snap het. De ondernemers doen het hartstikke goed. En ook voor hele goede redenen om geld op te halen. Maar ze willen die ring in. En ze willen die unieke ervaring meemaken. En dat gun ik ze ook. Dus daar gaan we wel naartoe. En als dat niet kan, dan houdt het verplaatsen in. Want het moet wel goed.